Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is deze Casanova die zijn zinnen heeft gezet op de meisjes. Ze worden gekscherend ook wel eens bouwvakkers van de zee genoemd. Omdat ze natuurlijk fluiten naar de dames. Ik wil even shaken. Goed zo. Want waarom doet hij dit? Het is eigenlijk een manier van een mannetjeswalrus om de dames naar hem toe te lokken. Omdat hij wil aangeven dat hij wel zin heeft in een romance. En dat is iets waarop je je kan voorbereiden. De paartijd van de walrus valt van half december tot eind maart. Dus het zit bijna aan zijn einde nu. En dat herhaalt zich per jaar. Ja. Ja, dus elk jaar hebben de inwoners van Harderwijk dit te voortduren. Ja, die mogen van het fluitconcert genieten. Ja. Nicolai kan dan wel fluiten, maar heeft hij ook al een meisje op het oog? Oké, Olivia en Rosita die zijn voor hem beschikbaar. En die hebben ook wel al interesse getoond. Dus het is nou duimen. Ja, want dan komen er misschien wel mini-Nicolais. Ja, we hopen natuurlijk van wel. Alleen het is nu nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Pas aan het eind van dit jaar zouden we kunnen zeggen of zijn fluitconcert gevolg heeft gehad.